is voor haar zelf een zegen dat ze eigenlijk nog nergens enig besef van heeft. Het is een rare ziekte. Ach ja, mijn hele leven heb ik van Suze gehouden. Daarom hou ik ook van de schimmetje. In het begin, toen ze bij vlagen vaag en verward kon zijn. Dan dacht ik, dat gaat wel weer over. Zo, Suusje. Er is geen weg terug. De oudjes gaan verhuizen. Hoeveel kamers stelt dat huis eigenlijk? Flat, Suus. Een service flat. Oh. Ja, flat. Ja, dat is goed. We hebben een mooie woonkamer. Ongeveer de helft van deze. En een ruime slaapkamer. En die slaapkamer, die heeft een balkon. Nee, vanuit de woonkamer kom je op het balkon. Nee, wacht even hoor. Maar vanuit de slaapkamer kom je ook op het balkon. Ja, je hebt gelijk. En dan is er een klein keukentje en daar is de lift. De lift is op de gang. Oh. We moeten maar eens snel beslissen welke spullen wat we meenemen naar ons nieuwe hoek. Suze. Suze, wat doe je nou? Die mensen zijn hier pas komen wonen. Kom op, wat zullen ze wel niet denken? Kom nou mee. Ja, nee, dat kan hier niet. Dat kan hier niet, kom nou. Zo, moeten we niet eens gaan? Waarheen? Naar dat huis. Naar dat huis, sukkel. Nee, zus, daar gaan we nog niet heen. Volgende maand gaan we er naartoe. Voorgoed. Heb jij de raam dicht gedaan? Ja, dat heb ik dicht gedaan, ja. Kom eens. Zo. Heb je de kinderen al ingelicht? De kinderen komen morgen. Ja, dan kunnen we meteen afspreken wat wij meenemen en wat voor Tom en Nanda is. Dat doen we morgen met de kinderen. Maak je daar nog niet zo druk over, dat komt best in orde. Ik maak me helemaal niet druk. Doe toch niet zo bedillerig. Ik ga thee zetten. We hebben al sloten thee gedronken. Kijk, nu is Suze zoals ze is. Ze herkent ons helemaal niet meer. Maar toen kon ze nog van het ene moment op het andere omslaan. Van verward naar kristalhelder en bij de tijd. Ik kwam vroeger je eer erna. Oké. Zal ik voor je springen? Nee, alsjeblieft niet. Niet met die kleren aan. Doe die deur dan open, pa. Anders kom ik langs de regenpijp. Altijd dat verdomde geld. Als ik er nou geen spijt van heb,
Waarom zeuren jullie er dan steeds over? Waarom doe je zo moeilijk? Omdat ik het vreselijk vind dat er zo'n zware hypotheek op dit huis drukt, pa. En dat God beter het dankzij mij. Je was failliet. Bankroet. Dat geld heeft je toch weer mooi in het zadel geholpen? Ja. Nou, en de zaken gaan weer goed. Ja, maar niet genoeg om dat geld terug te kunnen betalen. Terug te betalen is geen sprake van, zeg. Het is een schenking. Voor de fiscus is het een lening, maar ik heb het jullie geschonken. En daar heb ik nog steeds lol van. En die lol had ik nooit gehad als ik eerst in mijn houten jas onder de groene zoden had gelegen. En doe me nou een plezier en houd er alsjeblieft over op, ja? Nou, zullen we dan nu maar beginnen aan waarvoor we hier gekomen zijn? Ja. Wat doen we met de piano? Zeg het maar. Nou, ik heb voor die grote spullen thuis helemaal geen plek en jij 3 jaar lang al les gehad, zullen we maar zeggen, hè? Waarom verkopen we hem niet? Zit je weer in de geldzorgen? Tom? Nee, nam het mee, gaat het financieel prima. Maar met die van pa en ma allerminst. Dat was helemaal ons... de brug over, daar gaan we weer. Ik zou trouwens graag even willen weten waar jij denkt die service flat van te kunnen betalen, pa. Al mijn antiquarische boeken en mijn ex libris collectie gaan naar het instituut. Ah nee, dat meen je niet. Dat is toch een prachtige bestemming. Je bedoelt dat je je levenswerk gaat verkopen, dat is de lol van het weggeven. Nou, wat een lol zeg. Trouwens, is al bekend wat dit huis gaat opleveren? Daar heb je niets mee te maken. En bovendien, ik wil er geen woord meer over horen. Uit. Waarom willen jullie eigenlijk hier zo plotseling weg? Dit huis lijkt voor jullie moeder wel een vijand te zijn geworden. Al die trappen, het is te groot. Jullie zullen eens zien hoe ze zal opknappen als we er eenmaal wonen. Hey, waar is mama eigenlijk? In de keuken, denk ik. Mam, kan ik ergens mee helpen? Nee, laat maar. Dat hoort ze niet vanwege het lawaai van de ijskast. Ga ik wel even heen. Hoe gaat het eigenlijk? Hebben jullie al uitslag van die scan? Nee, we gaan morgen naar de huisarts. Dan krijgen we de uitslag. Ze begint toch niet te dementeren, pa? Wel nee, dat is onzin. Als je tegenwoordig een uur uit je humeur bent, dan ben je depressief. En als je na je zegelt je sleutels niet zo gauw kan vinden, dan lijkt je een Alzheimer. In de keuken is ze niet, hoor. Oh. Nou, dan zal ze boven zijn. Nou, ga ik daar wel even kijken. Nee, nee, doe dat nou maar niet. Waarom niet? Nou, ze heeft af en toe moeite om de plas op te houden. En dan gaat ze naar boven. Dus ga er nou maar niet heen, want ze vindt het zelf wel gênant genoeg. Ja, pap, ik ben haar dochter. Kom op. Mam, is alles goed? Boven is ze ook al niet. Een uur later werd ze thuisgebracht door een surveillancewagen van de politie. Mijn kinderen begonnen me verwijten te maken. En de stemming en de onderlinge verhouding die werd er natuurlijk ook niet beter op. Van het uitzoeken en het verdelen van al die spullen, er kwam natuurlijk niets meer van terecht. Ze zijn er de volgende dag voor teruggekomen. Maar dat is helemaal uit het Rijk alleen. Weet u wie ik ben? Mevrouw Van Eesteren. De dokter, Suus. En kunt u mij vertellen welke dag het is vandaag? Ja, vrijdag. Nee, nee, Suus. Laat u maar. Laat uw vrouw maar even zelf antwoorden. Weet u eigenlijk waarom u hier bent? Ja, ik ben met mijn man mee. Dat mag je toch niet doen? Lelijke jongen, wil je dat wel eens laten? Meneer Van Eesteren, nu ik uw vrouw zo meemaak en ik lees hier zo de uitslagen van de neuroloog, dan lijkt me die verhuizing naar die serviceflat geen goed idee. Het zou haar situatie alleen maar verslechteren. Als je thuis komt, zwaait er wat, hoor. Suus, laat de dokter nou eens even uitspreken. Ja, ik kan u natuurlijk tot niets dwingen en u niets verbieden, maar... Meneer Van Heester begrijpt me goed. Ik zag uw vrouw het liefst opgenomen worden in een verzorgingshuis. En dat is eigenlijk al een gepasseerd station, maar omdat u met z'n tweetjes bent, kunnen we de plaatsing van uw vrouw in een verpleeghuis nog een poos uitstellen. Dokter, Suus en ik zijn volgend jaar
Wij leven en wel zijn 45 jaar getrouwd. En we hebben het samen altijd goed gerooid. Daar twijfel ik geen moment aan. En het leven was nou niet altijd even makkelijk. Lelijke jongen, laat je het nou! Waarom zou je nu het leven extra moeilijk maken? U bent ook de jongste niet meer. Volgende maand, in de flat, moet u eens kijken hoe ze dan opknapt. Kom maar. Ja. Nee, meneer Van Heesteren. Uw vrouw knapt niet meer op. Ik moet daar helaas heel duidelijk in zijn. Haar situatie zal alleen maar verslechteren. En ik wil graag samen met u voor de beste oplossing zorgen. En die service flat, dat is niet de beste oplossing. Dat ben ik dan niet met u eens. Ik zal over uw advies nadenken. Maar begrijp goed, dokter. Ik ben de enige die Suus goed kent. Kom, Suus, we zullen de dokter niet langer ophouden. We gaan. Ziezo, dat was dan dat. Hey, ik geloof dat ik niet meer op ze wacht, hoor. Nou, dat hoeft niet. Ik blijf wel tot ze thuis zijn. Ja, nou weer toch zo gezellig zitten te praten. Misschien bedriegt mijn gevoel, hoor. Dat zou kunnen, maar waarom denk ik toch al door dat jij mij iets heel erg kwalijk neemt? Is niet belangrijk, man. Oh, is het niet belangrijk? Natuurlijk is het wel belangrijk. Anders zou ik er toch niet over beginnen. Jezus, man. Vanaf het moment dat pa besloten heeft om te verhuizen en sinds hij die serviceflat heeft gekocht, zit jij allemaal op zijn nek. Ja, hij heeft die besluiten genomen, Tom. En ze zijn genomen. En het heeft helemaal geen zin om je daarover op te winden en pa erop aan te spreken. Je bent 70 jaar. En je hebt je zaakjes goed voor elkaar en op een dag merk je ineens dat je vrouw zich merkwaardig gaat gedragen. Stel je nou eens even voor. Pa wil gaan verhuizen omwille van ma, terwijl hij altijd geroepen heeft dat hij hier tot het eind van zijn leven wil blijven wonen. Precies, ja. Dus een man op hoge leeftijd die hele dappere keuzes maakt. En die er door zijn kinderen en of door een van zijn twee lieve kinderen daarover ter verantwoording wordt geroepen. Ja, hij heeft twee kinderen, ja. Aan wie hij zich zo'n beetje verplicht voelt al zijn geld weg te geven. Want die kinderen zaten ooit allebei in de financiële shit. En dan neem je mij kwalijk? Oh, wat gezellig dat je er bent. Even kijken, hoe laat is het? Oh, heb je al geluncht? Ah, je gaat er nog niet weg, hè? Nee, gezellig blijven. Zo, vertel eens, hoe zijn jullie gevaren? Nou, alles is hier gerubriceerd, geïnventariseerd, gecontroleerd en verdeeld. Het leek wel werken. Mooi, pak van Maart. Ja, ik moet zo naar kantoor. Maar hoe was het bij de dokter? Dokter. De dokter. Papa noemde hem een snot. Een snotjongen. Een snotpegel. Een broekie. Had mijn kleinzoon kunnen zijn. Ja, die man die kan best aardig hechten. Maar wat er in de hersenen van een oudere mens omgaat, daar heeft hij geen kaas van gegeten. Wil jij drankje? Hey, ik moet echt weg. Wat zei die? Wat bedoel je? Nou, wat is de bedoeling? Medicijnen? Wat? Daar heeft hij het helemaal niet over gehad. Zeg, je voelt je toch wel goed, hè? Ik hoef me toch geen zorgen te maken? Nee. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Mama, als je dit spreekt, dan is dat wijze woord voor de gloria. Ja. Deze lieve oude baas, in dit heerlijke huis te wonen, is altijd een feest geweest. En ook met de kinderen natuurlijk. En, nou ja, laten we over mijn leeftijd maar verder zwijgen. Nou, mag ik nou stoppen? Nee. Nee. Het, kom. De taart snijden. Ja. Ja. 1, 2, ja. Oh. Ja, ik wil nog wel één ding zeggen. Wat dan? Dan? Ik wil met jullie 100 worden. Ja!
Hé, hey, pa, heb jij die rolmaat of heb ik hem? Nee, ik heb hem niet. Oh, wacht even. Je moeder zit ermee te spelen. Mag ik even, Suus? Want we hebben hem nodig. Ja. En vergeet geen potlood en een bloknootje mee te nemen, hè? Ik. Nee, moeten we niet even op Nan wachten? Nou, nee. Die kan elke ogenblik hier zijn. Daarom juist. We kunnen maar tot 3 uur terecht in die flat. Suus, Tom en ik gaan even naar de flat. Oh. Nou, mam. Nan komt er zo aan, hè? Hé, hey, moet het toch niet even checken bij Nan of ze onderweg is? Dat is niet nodig. Ik heb gebeld en ze is onderweg. Hup. Ja? Hi, mam, met Nanda. Oh, wat leuk. Ja, ik ben onderweg naar je toe, maar ik moet even langs de garage. Oh, wat heerlijk. Nou, mijn auto die doet gek. En ja, ik rijd er even liever niet mee door. Het is vast een kleinigheidje, een zekering of zo. Tjonge. Zijn papa en Tom al weg? Nee. Oh. Nee, hoor. Wil je anders vragen of ze nog eventjes wachten? Ik denk dat ik er wel ben met een kwartiertje, half uurtje of zo. Ja, ja. Ja, is goed, hoor. Oké, tot zo. Ja. Meestal uitgevoerd rond kerst. Hoewel het pas september is, wilde ik het u toch niet onthouden. Tot na het nieuws van 2 uur. Suus. Die brandweerman zei dat ze op kerstmis ook moeten werken. God, Suus. Als je die hokken ook ziet, waarin mensen die alleen zijn zich moeten redden, dat is gewoon verschrikkelijk. Het is dat wij hier met z'n tweeën zijn. We hebben tenminste een aparte slaapkamertje. Ja, daar staat dan biljart. Zullen we zo verspelen? Er zit hier een man en een vrouw. Die man is zeker enige jaren jonger dan ik. Zo'n man hoort hij toch niet. Hey, waarom ga je niet overdag lekker in mijn huis zitten? Heb je lekker het rijk alleen? Ja, bejaardenverzorgingshuis.
Maar als ze gebeld wordt, komen ze niet. Ik krijg hieruit, beloof ik je. Je bent zo'n peer, jongen. Jullie hebben een mooi stel. Je moeder en ik. Suze met het verleden. En ik met mijn heden. Dan zijn we toch nog samen één. Maar dat zal ook niet zo lang meer duren. Als zij naar een inrichting moet. En ik blijf alleen achter. Ja, je bent een vervelende, sentimentele oude zak. Ik maak morgen een nieuwe afspraak met de huisarts. We vinden een oplossing, ja? Nan, alsjeblieft. Nou, je zult het allemaal wel heel goed bedoelen, hoor. Daar twijfel ik echt geen moment aan. En dat pa hier nou zit en dat ma ons nou nog herkent, is vast allemaal jouw schuld. Oh ja, mijn schuld is het ook. Oké, ma wordt niks meer, maar pa, dat je dat kunt aanzien. Ja, dat kan ik aanzien, ja. Maar ik word er ook niet vrolijk van. Het is echt niet zo'n uitzonderlijke situatie, hoor, dat pa en ma hier terecht zijn gekomen. Omdat een van de twee begint te dementeren. Maar ja, daar kunnen wij toch helemaal niks aan veranderen? Heb daar nou eens vrede mee? Ik denk dat ik het geld van pa uit de zaak ga halen. Nou, dat is dan heel plezierig, maar ik heb geen zaak. Wel een huis. Zullen we vanmorgen een afspraak maken bij de bank? Oké, bel je. Weet je, hoe ouder je wordt, hoe minder je aan spullen gaat hechten. Je komt hoe dan ook dichter bij de dood. En wat heb je dan nog aan spullen? Ja, het is niet anders. En er zijn erger dingen op de wereld. Blijf van me af, vuile schoft. Nou, zoiets zegt een dame toch niet? Had u hem maar een paar jaar eerder ontmoet. Maar ik zie het nog steeds. Mijn Suzie van toen. En wat dacht u van mijn twee kinderen? Wat wil een oude kerel nog meer? Proost, kinderen. Alsjeblieft. Eindelijk weg uit dat vreselijke bejaardentehuis. Dat drink ik op. Ik weet niet hoe ik zeggen moet, hoe dankbaar ik jullie ben. Nou, dankbaar. We hebben pas een gedeelte terugbetaald, pa. Nee, ik ben jullie werkelijk dankbaar dat jullie het mij mogelijk gemaakt hebben om deze flat te kopen. Ik mag hopen dat jullie toch niet in de financiële problemen zitten nu. Nee. Nou, weet je, pa, als Tom nou weer failliet gaat en ik kom in de goot terecht, dan trekken we hier gewoon bij jou erin. Juist. Ik neem toch mijn pet af, hè, voor die zieke verzorgsters van me. Nou, daar had ik wel heel wat moois van gemaakt, hè, van het kerstontbijt. Zeg, hoe laat verwacht je me eigenlijk voor het kerstdiner? Nou, kom maar lekker vroeg rond de thee. Jongens, ja, en ik haal me. Ja, haal me.